En nu zijn we binnen en hier gaat het gebeuren. Het mooie van deze hangover bar is dat je dus gewoon op de meest unieke wijze je kater kan dumpen. Dat doe je bijvoorbeeld door op bed te liggen. Of wat denk je van deze soort rejuvenation fontein met sapjes? Zit gewoon citroen en munt in. En als je die kater hebt, dan is er niets beters dan gewoon chillen in je bed met een tv erbij. En dan kan hij gewoon in een Volkswagen busje. Die staat hier in de hangover bar. Dit is het leven. Oh, selfie stick, afstandsbediening. Onze rende reporter Julien die was woensdag bij een jeneverstokerij in Amsterdam. En vandaag is hij bij de hangover bar, ook in Amsterdam. Zou dat iets met elkaar te maken hebben, die twee? Nou, ik heb wel te veel gedronken, dat kan ik je vertellen, die woensdag. En gisteravond dan ook weer de stad in. En dan vandaag, ja, uitkateren. Maar ja, voordat je de hangover bar in mag, moet er natuurlijk wel getest worden of je voldoende hebt gedronken. Elio Heres, jij bent van deurbeleid. Jij bent de deurbitch, heb ik dat nou goed begrepen? Ja, de mad bouncer noemen we het hier. De mad bouncer. Je hebt ook een heel mooi, even voelen hoor, een lekker zacht dekenskostuum aan, bijna donzerig. Maar hoe test jij nou of ik voldoende, ja, die kater heb zitten? Nou, even kijken wat je look is, hoe je eruit ziet. Jockeysbroekje aan, rode ogen, misschien een beetje een muurtje uit je mond. Mm-hmm. En als het nou allemaal niet goed genoeg is, volgens mij heb jij dan nog een hulpmiddel. Yes, dan ga ik je een alcoholtest geven. Oké, nou ja, en dit, wat zit hierin? Mocht je dan nog niet slagen, dan krijg je van mij een spuitje vodka. Oh, nou, doe dat maar hoor, kom maar. Kom maar, Jokke. Dit is ook echt gewoon pure vodka. Die zitten weer lekker in. Elio Heres, dankjewel. Mag ik nu naar binnen? Zeker, kom maar. Oké, nou, door de deur heen. En dan kom ik toch aan bij Ivar. Ivar, want die kater die moet weggewerkt worden. En hoe beter dan met een anti-katermassage? Jij bent daarvan de herenmeester. Zeker. Ja, wil je het meteen gaan uitproberen? Ja, je hebt hier een soort zitstoel? Ja. We hebben een zitstoel, speciaal voor de Offer Spa kantoormassages. En nu staan we op dit evenement. Oké, ik ga lekker zitten inderdaad. Ik maak mezelf zo comfortabel mogelijk, want veel meer dan dat... Je microfoon hier houden en dan naar voren. Oké. Het is een soort stoel waar je met je gezicht in moet hangen. Oh, ik val bijna om, dat hoort er ook bij, hè? Nog een beetje dronken. Je het niet zien, maar wel horen. Zo, op die manier. Oké, en wat ga je dan nu doen, Ivar? Want je zit met je handen een beetje naar mijn nek toe. Dit is... Een kater is eigenlijk in theorie een uitdroging. Door de alcohol. Het is echt heerlijk. En daardoor kunnen de afvalstoffen door de alcohol ontstaan. Niet zo... Dit is een volk op mijn schouderbaan. Kunnen die niet zo goed afgevoerd worden. Nou, dan staat de kater. En een massage stimuleert je lichaam op zo'n manier... dat die afvalstofjes weer makkelijk afgevoerd kunnen worden. Ja, dan wordt je kater minder. Ik dacht dat we vooral eigenlijk emmertjes en teltjes nodig hadden om alles af te voeren. Ja, dat is een andere afvoering. Dat gebeurt ook. Wat er niet meer in kan blijven, moet eruit. En dat is eigenlijk het massage ook. De stofjes die eruit moeten, duw je eigenlijk bij wijze van spreken het lichaam uit. Of je geeft het lichaam op die manier een zetje dat hij zichzelf, dat hij de stofjes zelf beter afvoert. Ivar, hoe lang duurt een anti-katermassage? Ja, kijk, het hangt een beetje van de kater af nou, natuurlijk, hè? Hoeveel je... Oh, wat je nu doet is echt goddelijk gewoon. Hoeveel je hebt gedronken als jij... Ik kan nu elke dag wel gaan drinken als ik dit zo er tegenover heb. Het is ook niet dat de kater in één keer volledig weggaat. Dat kan gewoon niet. Maar ik vergeet hem wel. Draaglijker en minder. Oeh, Ivar, dankjewel. Een videootje en een foto, die komt te staan op de NH Facebookpagina. Ik vind dit genieten, hoor. Gaan we lekker door. Ik ben ondertussen wel weer bijgekomen. Die kater die is voor een groot deel weg. Ik voel hem nog een beetje zitten, maar
De Hangover Bar in Amsterdam heeft heel veel geholpen. Alles kan je hier doen om je kater weg te werken. En ik zou zeggen, als je langskomt, doe het ook allemaal. Ik ga nog even met deze mooie, lekkere bier naar bed. En dan zit het er weer op voor vandaag.